Goedemorgen, zonder zorgen. Het is lekker weer. Het is 7:15 en ik ben er om 2:00 in gegaan. Kijk eens aan, wat een mooie ochtendzon. Vandaag wordt echt een fantastische dag. Ik heb gisteren het weerbericht gecheckt voor de komende dagen. Het wordt zo goed weer. Oh, niet zoveel geslapen, maar wel lekker geslapen. En als er een wakkere baby opeens naast je ligt, dan kan je niet meer verder slapen. Deze setup van de buren is zo vet. Hoe handig is dat niet? Je hebt gewoon een Jeep met zo'n iets groter dak erop. En je kan gewoon overal kamperen. Je kan echt ook op hellingen rijden waar je met de caravan nooit zou kunnen komen. Waar je met een normale camper nooit zou kunnen komen. Waar je zelfs met een goede camionet nooit zou kunnen komen. Of met een gewoon een goede normale auto zou je er zelfs niet kunnen komen. En met dit kan je er komen en kan je er slapen. En dat allemaal op je dak. Dat vind ik echt wel een heel, heel, heel vette setup. Yes. Het is hier lekker gezellig. Oh shit, daar heb je een was eruit. Hoe grappig is dat niet? In ieder geval, ik ga nog eventjes editen, want dat moet gebeuren. We gaan ontbijt maken en ons klaarmaken om terug door te rijden. We zijn nog altijd op doorreis en dat mogen we niet vergeten. Want op een camping kan je echt blijven hangen. Het campingleven is al chill. Goedemorgen, zonder zorgen. Jullie ook. Ciao, ciao. Zalige mens. Echt, zalige mens, niet te geloven. En die Defender is een monster. Kijk hem gaan. Mooi, hè? Kijk hem gaan. Ik heb binnen in die daktent gekeken. Dat bed was gigantisch. Wat dat ook gewoon super logisch is. Die tent is gewoon één bed. Dat was super stabiel, super goede matrassen. Ze zeiden ook wel, het is een goeie. Dus waarschijnlijk ook wel een heel duur ding. Maar uiteindelijk in verhouding met die auto. Maar ja. Koop je beter gewoon een goeie, toch? Ja, ja hè? Echt nice, man. Op de Berlingo zou je eigenlijk ook een daktent kunnen leggen. Ja, ik denk dat het dat toch anders uit zou zien. Er ligt eigenlijk ook een soort van daktent, maar het is voor één persoon. Ja, een beetje hard. Maar ja. De yogis die slapen altijd hard, hè. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is gezond, hè. De yogis die slapen op een spijkerbed. En aangezien dat hij elke dag yoga doet, kunnen hij daar gaan liggen. Plus dat is een beetje backbending. Dat is ideaal. Dat is misschien wel ideaal voor mij. Ja, met de hernia. Ja, dat is een goed idee. Ja, oh. Dus dan ik had Alea hier gewoon. We hebben eindelijk wat rust. Wat een goed idee. Oh-oh. Kijk eens aan. Catalea heeft sowieso rust. Catalea is lekker aan het slapen. Wat is ze schattig. Yes. Wij gaan ontbijten, inpakken en richting de volgende spot. Sowieso. Wat een dure camping hier. Ik wil zo snel mogelijk ook in Spanje toekomen. Woppa. Wij zijn oldschool gegaan. We hebben een Nesquik. En tegenwoordig, waar ligt die doos van die Nesquik? Gaat dat al weggegooid? Ja, dat is een beetje nat geworden vanaf door de dauw. Oh. Ja, en op de camping ga je ook gewoon zo kan bakken. Maar die Nesquik, die heb je tegenwoordig ook biologisch. Ja. En dat is wel nice. En we hebben ook Nesquik poeder. Dat wil ik toch wel nog eventjes tonen. Het Nesquik poeder. Oh ja, die zit in het kastje daarboven. Die zit in een kastje daarboven. Hoppakee. Ik ben helemaal gek van de smaak van Nesquik. Ik vind dat echt helemaal de shit. En dit is echt de revolutie, mensen. Deze Nesquik bevat niet veel suiker, bevat havermout en raar maar waar, Nutri-score A. Ja, ik vind het echt wel raar, maar ja, hè? Ja, er zit ook weer niet heel veel gekkigheid in. Er zit niet veel gekkigheid in. Nutri-score A waard, vind ik, hoor. Ja, geen idee. Geen idee. Het is echt de moeite. Dus ik had eigenlijk mezelf voorgenomen om dat niet meer te veel te drinken. Totdat dit uitkwam. Ik ga het sowieso niet te veel drinken. Maar ik had me echt voorgenomen om dat niet meer te kopen. En ik zag dat staan. Ik heb de ingrediënten gecheckt.
En het is wel nice. Dus dikke aanrader. Dikke aanrader. Die mag terug. Okay. Hoppakee. Wij gaan lekker ontbijten. Iets makkelijk als jullie ook iets gaan eten. Of aan het eten zijn. Dit moeten jullie zien. Cataleya is helemaal gek van de bottleflips. Japper. Lacht ze me nu uit omdat ik hem heel goed mis? Of vindt ze het gewoon grappig? Kijk. Oké, eentje landen om te kijken of ze me echt uitlacht of niet. Ze vinden het gewoon grappig. Het is gewoon leuk als je het wel leuk. Joepie! Oké, wij gaan alles inladen en dan gaan we lekker vertrekken. Shirley gaat douchen met Cataleya en ik ga het echte werk doen. Alles inladen. En ik kan jullie verzekeren, ik ben het kotsbeu om die fiets hierin te laden. Deze fiets is een killer. Hij is bijna even groot als die caravan en hij moet erin. Maar eens dat hij in Portugal gaat zijn, heb je wel een nice fiets in Portugal. Ja, dan ben ik heel blij. Ja. Dus dat komt wel goed. En ook voor op de camping is het gewoon nice om chillen fietsen te hebben. We willen hier misschien een fietsrek aanhangen, hier aan de achterkant. Dat bestaat voor een Eriba en wie weet laten we dan nog doen on the road. We gaan het allemaal wel zien, maar eerst inlaat. Bonjour. Hier zijn de babybadjes. Yes. Wat? Ja, ze hebben dat hier wel mooi geïnstalleerd. Schattig, hè? Ja. Die 4 euro was het dan misschien toch wel waard. Ja, het is wel een lekker padje. Het was 4 euro voor de baby, maar dit krijg je er wel voor terug. En daar heb je echt niet op elke kamer. Nee. Dat is wel mooi gedaan. Ja. Dat zou je in huis ook gedaan. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Of als je een huis bouwt, waarom zou je dat er niet bij bouwen? Ja. Het is natuurlijk wel iets tijdelijk. Ja. Ja, tenzij je baby's blijft maken. Ja. Cataleya gaat in bad. Tot straks. Doei. Papa, ik neem mijn blaadje mee in bad. Doei. Wat dat ook wel super grappig is, is dit hier. Een mini douche. Net zoals bij de grote douches, maar dan in het klein. En ook een mini wastafel. Hoe sick is dit niet? Je kan zelf zitten douchen. Ja, hè? Ja. Zalig. Ja. Dat is echt grappig dat dat bestaat voor de kleintjes. Wil je dat? Wil jij hier zitten? En dan douchen? Wow. Dat is een mooie wastafel. Is voor vriendjes. Zou je dit willen? Kijk. Deze werkt. Niet. Oké. Kindjes hoeven hun handjes niet te wassen. Dat hoeft niet. Ik heb hier een klein probleem met de caravan. Ik had hier al deze pootjes losgeschroefd. Ik heb het ondertussen nog gefixt met een ijzerdraadje. Maar check. Normaal zit er hier een rondel en zo een opzetstuk met een dingetje erdoor. Of ja, eigenlijk gewoon zo een pinnetje erdoor. Dit is een pinnetje dat hier door zit. En hier is dat pinnetje weg. Ik heb er een ijzerdraadje ergens door. Ik ga dat er nog een paar keer rondwikkelen en hopelijk komt dit goed. Ik hoop het echt. Normaal gezien wel. En dan zullen we bij de bouwmarkt zo een dingetje zoeken. Ik ga nog even kijken bij de andere potjes. Als dat eigenlijk nog allemaal oké is. Wow. Yes. Dat ziet er hier ook gewoon goed uit. Even langs de andere kant. Ja, zelfde systeem. Zelfde systeem. En aan de andere kant, ik zie het vanaf hier. Het zit ook goed. Oh.
Ik ga sowieso nog een douche nemen, want ik heb me hier helemaal vuil gemaakt. En ja, op je blote buik werken aan de caravan is wel sketchy. Ja, het is een oud beestje, dus je moet er echt wel zuiver doen en af en toe heb je er wel werk aan. Yep, ik had het goed gezien. Hier is het inderdaad ook gewoon perfect. Dus ja, dan moeten we regelen. We fixen het wel. Hoppa, let's go. Ik ben fris en fruitig gewassen, maar ik denk als ik straks in de auto ga rijden dat het niet meer lang gaat duren, want het is zo heet. Maar zoals jullie weten, ik hou echt wel van lekker warm weer. Kijk eens aan, dat is hier allemaal gefixt. Hoppa, ik heb daar een ijzerdraadje doorgestoken, ik heb spanbandjes gehangen en dit is een voorlopige fix. Hier ook nog een extra veiligheid, je weet maar nooit. Voorlopig gaat dat onmogelijk loskomen. En als het loskomt, het hangt vast aan 3 punten. Dus het komt helemaal goed. We gaan sowieso ook nog bij een bouwmarkt stoppen. Een van deze dagen, of ja, liefst vandaag nog, om dat ook nog te fixen. Want het is nu wel lastig dat het pootje niet meer kan in- en uitgedraaid worden. Yes, it is what it is. Dat is hier ook gefixt. Dat wiel heeft ook een keer op de grond gehangen. Het is een oud beestje, dus af en toe heb je wel iets te repareren. Alles is ingeladen. Cataleya is nu nog een beetje aan het drinken. En daarna gaan we terug op tour. Ik heb hier een lijstje met alles dat we moeten doen. Even stoon. Hoppakee. Zeg, dit is alles dat we moeten doen. Campinggras, een toiletzak, schoenen, een paar onderdelen voor de tent, rails van de gordijnen en een zeil voor de fiets. Het zeil voor de fiets, dat is eigenlijk een zeil dat we op het bed willen leggen, zodat we de fiets op het bed kunnen leggen en dat hij niet meer krassen gaat maken op de koelkast. Dat zou echt wel top zijn. Nu ligt hij ook op het bed, maar het is natuurlijk ook handig als het geen vetplekken maakt op de matras. Dus ja, een zeiltje erover en het zeil voor de ramen is hier. Check dit. Hier kunnen we ook een dingetje insteken. En dan hebben we hier een lapje dat we er zouden kunnen overhangen. Dus dat zou wel handig zijn. Dit is eigenlijk ook zo een dingetje waar dat je ook zo een soort van tentzeil kan insteken. Maar je hebt ook zo van die dingetjes dat je hier insteekt en dat dan hier overlapt. Zodat de gordijntjes binnenin nutteloos zijn. Want die helpen ook niet zo goed. Die hangen ook zo'n beetje over ons gezicht, dus het zou echt handig zijn mochten die naar boven kunnen gaan. Yes, we gaan vertrekken. We zijn ready. En kijk eens aan. Dit zijn pruimen. Oh shit. Dit zijn pruimen. Ze zijn nog niet rijp, maar ze worden ooit wel rijp. Dus hier op de camping zijn er pruimenboom. Dat is echt dik. Heel dik zelf. Ik had er nog niet eens op gelet. Heel nice. Hoppa. Yes, ready? Ja. We gaan op tour. Ben jij ready, Cataleya? Ben jij ready? Yes! We hebben al 20 minuten in de file gestaan. Het is meer dan 3 uur om 200 kilometer te rijden op de grote baan. En dat betekent wel dat er redelijk wat file is. Oh-oh, jij zegt het ook. Oh-oh. Ik ga eventjes met Cataleya naar daar wandelen. Daar is de schaduw. Shirley die is naar het toilet. En die hing misschien nog een ijsje aan of zo. Maar wij gaan hier eventjes chillen in de schaduw. Het is super warm. Cataleya was helemaal aan het zweten toen ze wakker werd. Hey. Maar ze heeft wel de hele rit geslapen. Kijk eens aan, hier is er chille schaduw. Nice. We staan hier op een gigantische parking. Het is hier echt insane groot. Dat gebouw dat jullie daar zien is een hotel.
En daarachter heb je nog een grote parking en noem maar op. Daar is er ook een speeltuin, dus misschien moeten we daar ook eventjes heen. Maar eerst eventjes hier afkomen, want Cataleya had het zo warm. En dit is sowieso de spot met het meeste schaduw. Hey, dat was een camion. Dat was een camion. Oh, yes. Wat een rit. We hebben ook gecheckt in Biarritz. En alles is daar vol, maar echt alles. Dus we gaan waarschijnlijk rechtstreeks naar Bilbao. We gaan eerst nog even kijken naar San Sebastian. Als we daar niet kunnen stoppen. Maar ja, Biarritz was helemaal vol. En het was bijna 50 euro per nacht voor op de camping te staan met je caravan. Dat is fucking duur. Dat is echt niet normaal. We zitten eraan te denken om misschien een batterij te gaan halen. Zo'n leefbatterij. En om de 3-4 dagen een camping of zo te doen. En dan gewoon lekker op de cliff in Bilbao gaan staan. Maar aan de ene kant, in Portugal zijn er super strenge regels gekomen dat je sowieso niet op de camping mag. En in Portugal hebben we een hele nice camping op zich, waar dat we voor een 250 à 300 euro, iets daartussen, ik weet het niet meer precies, maar ongeveer voor die prijs, konden we daar staan voor een maand. Dus ja, dat gaan we waarschijnlijk wel doen. En zoals jullie weten, we willen niet kopen in Portugal. En de plek waar wij naartoe gaan is redelijk centraal, aan het strand, vlakbij een skatepark. Dus dat is wel een goede thuishaven om een maandje te zitten en eventjes rond te toeren door Portugal. En een paar locaties te gaan bezoeken dat we op zicht hebben. Yes! Stoked! 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 Sowieso! Het is hier een lekker windje, wat echt nice is, want het is 32 graden. En in de zon is het niet te doen. En zeker ook niet in de auto. Het is snik heet. En terug richting de file. Och, wat gaan we nu doen? Waar gaan we nu overnachten vandaag? We weten het echt nog niet. Nee, we weten het nog niet. Kijk hoe ver we komen, hoe we het volhouden in die file. Ja, en waar dat er plek is. Oh ja, dat ook. We kunnen wel naar ergens gaan, maar als er geen plek is, dan zijn we de Sjaak. En nu moeten we hier nog uit geraken. Shit, ik heb daar niet aan gedacht. Shit. Yeah. Het is pas wanneer je zelf een caravan hebt, dat je beseft hoe egoïstisch dat het is als je gewoon hier komt staan. Al die plekken zijn hier volzet. Er zijn er nog superveel vrij dan gewoon voor een enkele auto zijn. En toch willen de mensen het gemak en rijden ze hier op. Lekker chill, vlug eventjes iets gaan halen. Maar holy shit. Kut. Ja, nu zitten wij vast. Ja, dan moet je achteruit manoeuvreren. Met de caravan. Ja, het is wat het is. Die mensen hebben hetzelfde. En ja, dat was hier nog de enige plek dat vrij was. Och, let's go. Ik ga die sowieso rammen. Sowieso. Gaan we rammen? Blijf. Wij hebben redelijk kort na de eerste stop toch ook nog een tweede stop moeten nemen. En kijk eens aan. Cataleya is aan het stuur. Jij gaat verder rijden. Ik ben een beetje te moe om te rijden, dus we gaan Cataleya daar hier laten overbakken. Shirley die is niet echt gewoon om met een caravan te rijden. En Cataleya, ja, die heeft al ervaring met caravans vanaf dat ze klein was. Dus ja, zij kan het. Kom aan Cataleya, rijden! Oké, Cataleya, stuur vasthouden. Deuren dicht. Vast. Oké, okay. Voeten op de pedalen. Ja. Dat zijn haar pedalen. Zullen we naar voren gaan, maar we gaan naar achter. Wauw, Cataleya. Oké, okay, sturen. Vergeet niet te sturen. Ja, goed zo. Wow. Kijken in de spiegel. Heel goed. Heel goed. Oh, we zitten met de caravan. We moeten de andere kant uit. En nu gaan we nog een keer naar boven. Wow, Cataleya. Kijk eens aan. Wow. Vind je dat zo leuk? Ja.
zeevind is. Leuk! Het is echt volledig in haar zone hier. Kijk, het is gewoon een beetje speel. Catalea heeft het super warm in de auto, dus we hebben hier nog een stop gedaan. Dat is de derde stop en nog geen 100 kilometer, denk ik. Maar wat moet, de baby kiest wat dat wij doen, want die komt bij ons sowieso op de eerste plaats. En kijk eens aan wat voor een setup dat we hier nu komen. Wajo! Een legendarische Peugeot 206, een oldschool model. Met een remorque vol met fietsen. Zo kan het gewoon ook. Echt een legendarische, dikke setup. Toch ben ik echt wel heel stoked op onze setup. Wat een plaatje. Goed. Wij gaan nu verder. Misschien raken we nog in Biarritz. En gaan we gewoon daar ergens de wild kamperen. Oh, het is zo warm. Shit, het is ondertussen waarschijnlijk de volle 35 graden. Ik heb daar in de volle zon kunnen was in het spel. En wel een vette trick gedaan, dus heel stoked. Wajow. Wajow. Oh, warm hè? Ja, wat die raampjes moeten openlaten. Heb je dat dicht gedaan, welke raampjes? Nou, deze. Ah, ja, ik dacht zo met die camera hier. Dat is niet zo safe, van deze camera. Mag niet gestolen worden. Dat zou niet mogen. En ja, vooral die doos met kendama's die hier staat. Dat is, oeh, ja, die is geweld. Die is geweld. Die is enorm geweld. Die camera, boah. Dat is maar een paar duizend euro. Maar die kendama's, dat zijn collectors items. Hè. Dat is onvervangbaar. Is dat zo? Ja, die komen maar één keer. Hè. En er zit daar een kendama bij dat niet meer te koop is op krom.com en dat is de Keerdrap en die heb ik hier nu mee en ik heb er nog eentje thuis liggen, dus ga die snel bestellen als je die wil. Dat is de allermooiste kendama in de geschiedenis en het is een AK shape, dat betekent aggressive can en de can is dit is de can, dit is de dama en een aggressive can is echt wel heel nice voor lunars. Dus als je lunars wil leren, ik heb het geleerd met een AK shape en ik raad het iedereen aan en dat komt ook omdat dit gedeelte van de can veel dunner en lichter is. Dus dat is echt wel een voordeel. Dit is de Too Good shape. Dat is mijn favoriete shape voor allround. Maar als je echt first try lunars wil landen. En als je ze goed wil leren. Ga voor een lichte can. Dit is mijn tip van de dag. En nu terugrijden. Let's go. Yes, wij zijn toegekomen in Bilbao. Yippie! We konden het niet laten om toch richting Bilbao te gaan. En het grappige is, we gaan waarschijnlijk vanavond slapen op de cliff. Het is natuurlijk zomer, dus we weten niet hoe dat daar gaat zijn. Waarschijnlijk gaat dat daar veel drukker zijn, dus we hopen op een plekje. En we moeten ook nog een slot hebben voor de caravan. Uiteindelijk hebben we een bouwmarkt opgezocht en dat hebben we echt al 2 uur van tevoren bedacht. En kijk eens aan waar dat we zijn. Dit is de bouwmarkt Leroy Merlin. Maar daar, in dit winkelcentrum, waar dat de Eroski is, heb ik ooit die goede sokken gevonden. Dus we zijn hier gewoon first try toevallig beland. En dat is hoe dat het universum werkt. Als je 100% gaat met de flow, dan kom je gewoon exact op de locatie waar je moet belanden. En ik heb het zelf niet eens moeten opzoeken, ik heb het zelf niet eens moeten bedenken. We zijn er gewoon toevallig beland.
magic, toch? Ja. Bilbao is een magische plaats. Ja. Dit is een heel mooi moment, want Cataleya is hier natuurlijk ook gemaakt. Hoppa. En we zijn nu al iets meer dan een jaar later. En kijk eens aan. Wat een mooi resultaat. Joepie! Het is super Cataleya. Ja. Leuk, hè? Oh-oh. Hoppakee, we gaan het winkelcentrum binnen. Mondmaskers op en let's go. Joepie! Kijk eens aan, we zijn hier toegekomen bij een mega zotte afdeling. Kijk wat ze hier hebben. Solaravan, 100 watt. Een Solaravan. Dat is een zonnepanel voor op een caravan. Solar power. Dat is waarschijnlijk meer voor een tiny house. Nee, ook voor een caravan. Hier noemen ze een camper een caravan. Check dit. Caravan. Hier is alles caravan. Kijk eens aan, mensen. Wat een dikke afdeling. Dit zijn batterijen. Eigenlijk zouden we zoiets moeten hebben. Maar dit zijn gel batterijen. Uh-oh. Super Cataleya. Wat gebeurt er hier met jou? Jullie! Cataleya is veel te stoked. En dat moet heel de winkel horen. We zijn hier eigenlijk niet specifiek voor dat. We zijn hier voor een slot. Maar we kwamen dat hier tegen. En het is toch wel interessant om al die dingen een keer te zien. Maar ik denk, voor hetgeen wat wij nodig hebben, dat we toch specifiek naar een gespecialiseerde winkel gaan moeten gaan. Dit zijn echt de dikste batterijen. 200 AH. En check dit, mensen. Oh shit. Check dit. Boom. 1 batterij. Dit is huge. Dit is huge. Damn. 200 AH. Ja, dat zou eigenlijk wel perfect zijn. Hè? In ieder geval, wij gaan verder kijken. Het enige dat we nu nodig hebben is een slot voor onze caravan. Rustig. Ik heb hier echt de grootste flop van de eeuw meegemaakt. Ik ben hier super stoked binnengewandeld en rechtstreeks naar de sokkenafdeling gegaan. Mijn sokken waren niet aanwezig. Die verkopen ze hier blijkbaar niet meer, wat dat wel jammer is. Dus we moeten binnenkort ergens anders sokken gaan vinden, want ik heb er ook expres niet veel meegenomen. Slim, hè? Jammer. Ja. Maar mijn sokken waren wel allemaal zo goed als kapot. Ja, klopt. Ja. Je had ook echt geen sokken meer. Nee, inderdaad. Kijk eens aan hoe mooi dat de lucht is trouwens. Wow, yo. Oh, wow. Damn. En daar zijn er allemaal van die wolken in de gebergte. Ja, ja, we zitten in Bilbao. Bilbao is prachtig. Oh, Cataleya. Jij wil slapen. Jij gaat binnenkort sowieso slapen. Na deze flop heb ik nog een andere flop meegemaakt. Ik was hier ook super hyped dat het internet van dat winkelcentrum heel snel ging. En ik heb 2 vlogs upgeload. En de derde was ook al voor 20% bezig. Ik heb hem nu wel afgebroken. En dat was allemaal op mijn 4G, wat er echt wel fucked up is. Dus ja, blijkbaar had ik zo verbinding gemaakt met het internet hier. Mijn 4G niet afgezet. En dat was dan verbroken omdat ik naar de wc was gegaan. En daarna is dat gewoon volle bak beginnen uploaden op mijn 4G. Dus ja, mijn data is nu wel redelijk gesloopt. Maar het valt nog mee. Er is 10 van de 50 gigabyte weg. Ik heb het net gecheckt. Waarschijnlijk detecteert hij ook een beetje later. Dus gaat dat misschien nog 15 of 20 zijn. Maar ja, we zien het wel. De vlog dat online staat is alleszins meer dan 7 gigabyte. Dus het is wel een dik bestand. Yes! De caravan staat er nog. Het wielslot hebben we niet gevonden. We hebben wel eten en andere gadgets voor Cataleya in de auto. Onder andere zo een dingetje voor de zon. En wat hebben we nog? Ja, een hoes voor een fiets. Dit hebben we gekocht voor de fiets. Ja, we gaan de fiets in een hoes steken. En dan is dat altijd proper. We worden hier trouwens echt ook heel nice ontvangen. Heel muzikaal. Ja. Door deze speakers. Ze klinken een beetje vals. Maar ik vind het wel heel nice dat je hier een muzikale ontvangst krijgt in Bilbao. En wij zijn deze dingetjes aan het eten. Wat is dat? Een soort empanada of zo. Super lekker. Super lekker.
En nu gaan we naar de cliff. De spot waar dat ik Shirley heb ontmoet. Op de cliff. Ja. Dat wordt een leuke avond. Holy shit, we zijn er perfect onder geraakt. Dit is echt een heel zot moment, want met mijn bus of met jouw camper gingen we hier nooit niet meer kunnen staan. Van ons leven, nooit niet meer. En nu hebben we een setup, super dik, lekker laag, met een pop-up dak, net gelijk de Volkswagen busjes. En we kunnen hier staan. Ja. Anders hadden we hier gewoon niet eens gestaan. Nee. Ja. En nu is het hier echt heel mooi. Ja, en het is echt heel cool, want nu, dit mag niet. Yes. Ja, dit is de lifehack. Een bilingo met een Eriba. Yo. Super stoked. Echt fucking stoked. Damn. Kijk eens aan. Deze Vibra-emmer is mijn douche voor vanavond. Ik ga hier gewoon aan het kraantje water in de emmer doen. En yes, dit werd perfect. Ik ga me zo douchen. Deze spot is zo legendarisch. Hier waren we deze winter ook. Daarnet hebben we met de familie op de cliff gestaan. En het was echt een magisch moment. Check die Johnny's op de achtergrond. Hoe rapper is dit niet? Deze cliff staat vol van de surfers die lekker aan het chillen zijn. En er is hier één auto met technomuziek dat de boel komt verstoren. Super chill, maar iedereen is vrij. Dus dat is wel genieten. Jullie kunnen dat zelf niet zien. Hoppa, oké, we gaan dit vullen en we gaan ons douchen. Ik ben heerlijk gewassen. Ik heb mijn kop onder die kraan gestoken en ik heb een paar emmers over mijn hoofd gegooid. Ik heb dit mee, want ik zou graag nog van die Nesquik maken. Dit is biologische havermelk. Avena is havermout. In het Spaans. Nice. Sowieso nog een Nesquik drinken, maar ik ga hier de vlog afsluiten, want anders maak ik Catalea wakker. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Ciao, ciao. Yo, yo.